mensen, super tof dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe vlog hier op mijn YouTube kanaal. Ik ben Kjeld en je ziet al, ik heb mijn hardloopshirt aangetrokken, want ik doe mee aan de Kids Run de Midwinter Marathon. Ja, dat is natuurlijk super leuk, vind ik zelf, om te doen. Als je nog niet die vlog had gezien, linkje staat hier beneden in de beschrijving. Want toen was ik de eerste keer aan het oefenen. Dat ging ook super goed, maar ik hoop echt dat het ook vandaag ook super goed gaat. Jules die ging toen ook trainen, mijn zusje, maar nou, die is niet helemaal fit. Dus die doet niet mee. Maar die kon mij wel mooi aanmoedigen. En ik zal even mijn nummer laten zien. Want jullie, J8777. Oftewel jongens 877. Centraal beheer, dan staat hier Midwinter Marathon Apeldoorn, nee, 2017, afstand Kids Run. Mijn naam staat er en het logo en nog wat leuke versiertjes. Maar dat is natuurlijk niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat ik gewoon goed ga lopen. Ik heb nog wel een beetje spierpijn hier bij mijn benen, hier ook. Want gisteren hebben we aquasokken gedaan, watervoetballen. De vlog van gisteren, ook linkje de beschrijving. En dat was de hele tijd zo boem, boem. En dat zwemmen moet je dan met je benen zo. Dus dat was allemaal erg spierpijn. Ach, maar dat geeft niks. Het gaat gewoon super tof worden. Laten we. Zo, we gaan nu naar de Midwinterbaan. Laten we gaan. We zijn er aangekomen bij de Midwinter Marathon. Wat is dat? Daar is de start er verderop. Dus we gaan rennen van elke afstand van de Kids Run. En om 11:15 is de start van de 10 Engelsen. En daar staat al een hele grote groep op te wachten. Alles is geregeld, alles is georganiseerd, in vakken verdeeld. Ruim 400 vrijwilligers zijn er vandaag actief om deze 44ste Midwintermarathon. Zo, jij gaat het ook nog goed doen, hè Max? Goed zo! Ja. Thuis gekomen, het was echt super tof. Ik weet mijn tijd niet precies, dat kan ik vanavond denk ik wel aan jullie laten zien. Volgens mij ergens 4 minuut 25, zoiets dacht ik. Maar de nummer 1 die was echt heel snel. Maar daar gaat het niet om, het gaat gewoon om deze mooie plak. Hij is anders dan andere jaren. Nu is die eigenlijk wel mooi geworden. Midwintermarathon en dan met zo'n poppertje, wie rent. 5 februari 2017, Kids Run. Nou, ik vind hem echt prachtig. Mijn moeder, vader en Julia hebben mij super goed aangemoedigd. En ik ga nu, volgend jaar doen we de 8. En dan, als het goed is, zijn jullie er dan ook weer bij op 7 februari. Maar dat maakt niks uit, want ik ga nu even een lekkere frisse douche nemen. Lekkere warme douche. Even wat water drinken en dan gaan we lekker middag eten. Een lekkere tosti. Dus eerst maar even, nu even lekker aan het eten. Ik zei dat ik een tosti ook ging eten. Dat komt hierna. De vlammen komen er nog een beetje vanaf, zie je. Nou, dit is een lekkere groentesgroep. En dan heb ik een lekker broodje en dan kan je zo lekker inlopen. En dan lekker opeten. Dus super lekker. En zometeen lekker een tosti. Zo, daar zijn de tosti's. En ik heb een met mayo lekker erbij. Een 12 gespoten van 12 uurtje. Dat hoort eigenlijk tosti's. Super lekker. Wij gaan er lekker van eten. Even gekeken bij de 8 van Apeldoorn. En je ziet dat ik hier niet in mijn eigen tuin sta.
Ik ben hier bij mijn oma. Kijk eens, zo'n mooie schilderij. Lijkt net of ik zo, als ik zoiets zo. Dat ik net alsof zo in het mooie Flevoland met al die bloemen en Noord-Holland, Lisse, Katwijk, al die mooie bloemen zijn daar. En we hebben onze oma meegenomen uit eten. We gaan eten bij restaurant, pannenkoekenrestaurant, Malkenschoten. Dus we zijn aangekomen in het restaurant en ik wil toch weer even kleuren. Ja, kleuren is niet mijn lievelingsding, maar als het moet, dan doe ik het toch. En even de woordjes vinden hier. Zoek de vogels. Ik heb er al twee. Nou, het is superleuk. Ik neem geen kindermenu, maar dan neem ik een pizza margarita, maar dan in de grote versie. Dus laten we daar maar het einde. Lekkere pizza margarita. We nemen het eerste hapje. Dat is echt heerlijk. We gaan lekker wachten. We lopen nu weer terug. Ik heb er heerlijke lolly in mijn mond. En nog natuurlijk gegrabbeld. Ik heb eigenlijk geen kindermenu genomen. Maar joh, het is toch altijd voor de leuke geit. Op naar de parkeerplaats. En dan gaan we weer naar huis. Ik ben weer thuis aangekomen. Het was super lekker. Mijn buikje zit weer heerlijk vol. Het was een super lekkere pizza. Echt super groot. Ik sluit hier de vlog af. Lekker bij de grote lamp. En dan wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Als je deze vlog super tof vond, doe vast het blauw duimpje. Abonneer gelijk dan even hier beneden. En dan zeg ik zo altijd, laters.